Goedemorgen gemeente, ouderen en jongeren en in het bijzonder onze gasten en allen die met ons verbonden zijn of later deze dienst zullen beluisteren. Hartelijk welkom in deze dienst. In deze morgendienst gaat voor onze eigen predikant, dominee F.W. van der Ree. Het schriftgedeelte dat we vanmorgen gaan lezen is uit het Oude Testament, Genesis 25, daarvan vers 19 tot en met 26. En uit het Nieuwe Testament, Romeinen 9, de versen 6 tot en met 18. Het thema is Jacobs geboorte. De fysieke collecte is voor de diaconie en dan met name voor de stichting Hulpdienst in Zicht. De bankcollectes kunt u op de gebruikelijke wijze overmaken. Nog een vriendelijk verzoek. Vanmiddag zal de bevestiging zijn van nieuwe ambtsdrager. Er zullen best wat gasten van buiten afkomen. Wellicht kunt u daar rekening mee houden om in ieder geval de auto netjes te parkeren tussen de lijntjes of aan de overkant te parkeren, dan kunnen we in ieder geval met elkaar rondom de kerk staan. We zingen nu met elkaar Psalm 62, vers 5. En de kerkenraad wenst u allen een gezegende dienst toe. Laten wij onze afhankelijkheid belijden. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde heeft geschapen, die de trouw bewaart van generatie op generatie tot in eeuwigheid, en die nooit zal loslaten het werk dat zijn hand begon. Genade zij u in vrede van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten wij samen gaan zingen uit Psalm 124, daarvan het eerste, het derde en het vierde vers. Dat Israël nu zeggen, blij van geest indien de Heer die bij ons is geweest, indien de Heer die ons heeft bijgestaan, toen vijands Heer en aanval werd gevreesd, niet had gered. Wij waren lang vergaan. Psalm 124, 1, 3 en 4.
Wij luisteren naar de wet die de Heer ons geeft, opdat wij vrij zullen raken uit de slavernij van de zonde. En dat kan alleen als we onze toevlucht nemen tot Christus en in de kracht van de Geest ons naar zijn geboden richten in ons leven. We willen samen zingen uit Psalm 1, het eerste vers na de lezing van Gods wet. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel, onnodig, ondoordacht gebruiken, want de Heere zal niet voor ons schuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de rustdag, de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft deze woorden samengevat en gezegd: U zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand, dat is met al uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod, en het tweede daaraan gelijk is: U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Op deze twee geboden rust het hele woord van God. Gemeente, zullen wij eerst bidden om de opening van Gods woord voor ons hart in deze dienst. In onze dankzegging danken wij voor de geboorte van Noor, afgelopen 7 april, de dochter van Martijn en Rianne Ravenhorst, Langelaar, en het zusje van Fleur. Wij denken in onze dankzegging aan zuster Remijn Klein-Bekman van de Beethovenlaan 20. Ze is geopereerd vanwege borstkanker. De operatie is geslaagd en ze mag ook weer thuis zijn. In onze voorbeden denken we aan Ruben Akkerman, de splitting 8. Hij zal komende dinsdag een ingreep ondergaan in verband met trommelvliessluiting. De hoop is dat zijn gehoor daardoor aanzienlijk verbeteren zal.
En we willen bidden voor onze broeder dominee W. van Zorgen van de Prins Willem-Alexanderpark 271. Hij is opgenomen in het ZGV in Ede, het ziekenhuis voor onderzoek. En hij heeft algehele vermindering van krachten en mist ook kracht in zijn benen. Laten wij bidden en danken. Heren, zo zijn onze ogen op u. Omdat u ons tot hulp bent op ons gebed. U die God, die aarde en hemel heeft gemaakt. Heren, wij zullen in deze dienst daarover horen, over wat het gebed vermag. De kracht die daarin gelegen is. En heren, ook nu mogen wij als gemeente tot u naderen in gebed. En we zijn bij u, voor uw troon. Heren, we leggen ons daar neer in aanbidding. Want u bent al onze aanbidding waard. U bent die hoogverheven koning, majesteitelijk troont u boven alles wat leeft. En heren, wij belijden dat u alles ook in uw hand heeft. En dat wij van u onze hulp mogen verwachten. En heren, dan zeggen we het met een blijde geest. Als u niet bij ons zou zijn geweest, dan waren we niet gered. Dan waren we al lang vergaan. Heren, u bent bij ons geweest in de achterliggende week. We hebben ons werk gedaan, we zijn bezig geweest. We hebben onze taken gehad in het gezin, in het huis. We hebben mensen ontmoet, we zijn ook alleen geweest. Heren, hoe het allemaal voor ons is, onderscheiden per persoon. Maar één ding weten we zeker, dat u er was. En dat wij nu hier mogen zijn. En ons mogen neerbuigen voor u. En heren, daar danken wij u voor. En wij bidden u, geef ons dan een goede en gezegende dienst. En spreek tot ons hart in deze dienst. Laat uw woord opengaan. Geef uw dienaar wat nodig is om van daaruit uw woord te brengen. En geef dat we ontvankelijk mogen zijn om het ook te ontvangen, heren. Dat is niet vanzelf zo. Wilt u door uw Heilige Geest ons hart openen? En geef ons oren van geloof. Ja, heren, maak het zo dat wat u tot de gemeente spreekt, dat door ons ontvangen mag worden en dat het vruchten mag dragen van geloof en bekering. En heren, dan kent u ons zoals we vanmorgen hier in de kerk zijn of zoals we ook thuis de dienst meebeleven. Misschien dat we hier al wel vele jaren in de gemeente zijn. Of dat we ook nog maar korter zijn. Misschien onze plek nog moeten vinden. Heren, u weet er ook vanaf als we vandaag voor het eerst in de kerk zijn gekomen. Hier in deze gemeente, maar misschien ook wel voor het eerst in de kerk. Heren, we mogen samen op dit moment bij u zijn. Met al die verschillende achtergronden die we meedragen. En wat is dat een wonder. Wat is dat een wonder van uw genade. En wij bidden u, Heere, of u ons dan ook allen door uw Heilige Geest wil bedienen met uw woord. Heere, wij willen ook bidden voor elkaar. Want het gebed vermag veel. Wij willen u danken, Heere, dat Martijn en Rianne Ravenhorst opnieuw ouders mochten worden en dat Noor geboren werd. Heer, u heeft alles goed gemaakt en daar danken wij u voor. En wij bidden u of u uw zegenende handen ook om dit kleine leven wil heen slaan. En zegent u Martijn en Rianne ook in de verantwoordelijkheid die ze er nu bij gekregen hebben om naast Fleur ook Noor op te voeden en te doen opgroeien in uw nabijheid. Heren, wilt u hen daarin alles geven wat nodig is. En
En samen met hen zijn we blij en dankbaar voor dat wonder van het nieuwe leven. Heer, we willen u ook danken samen met zuster Remijn, dat de operatie die zij moest ondergaan geslaagd is en dat ze ook weer thuis mag zijn uit het ziekenhuis. Heren, wilt u haar verder herstel geven en ondersteun haar in deze omstandigheden. Geef dat zij haar hulp en hoop, dat zij haar hulp van u mag verwachten en haar hoop op u mag stellen, Heren. En wees u haar daarin een God van nabij. Heren, wij bidden u voor Ruben Akkerman, wanneer hij in de aankomende week naar het ziekenhuis moet voor een trommelvliessluiting die geopereerd moet worden. Heren, wilt u met hem meegaan? Geef dat hij rustig mag zijn. En wilt u de doktoren zegenen? Geef dat die hun werk mogen doen en dat dat een goed resultaat mag hebben. En dat Ruben ook weer beter zal kunnen horen. Heren, wij bidden u voor broeder van Zorgen, die werd opgenomen in het ziekenhuis, Heren, wees u hem nabij. Wanneer hij in de ouderdom zijn krachten voelt afnemen. Heren, wilt u hem daarin nabij zijn? Geef dat hij nu ook mag doen wat hij anderen zo veel heeft mogen voorhouden, namelijk zijn ogen slaan op u in de hemel. En wees u hem een God van genade en vertroosting, Heren. Geef dat hij zo mag ervaren dat u ook voor hem een herder bent. Heren, wij willen u bidden voor het werk van diaconaat. We mogen ook daarvoor onze gaven geven vandaag. Heren, diaconaat hier in onze eigen plaats, wilt u zijn bij hen die te maken hebben met armoede. Wij bidden u, Heren, voor hen die maatschappelijke problemen kennen, schuldenproblematiek. Heren, geef dat er hulp mag zijn, er hulp mag komen ook. En dat dat ook op de goede manier mag gebeuren. Zegent u, Heren, onze diakenen in het werk dat zij mogen doen. Wilt u hen vervullen met uw Heilige Geest en ook met een geest van liefde en barmhartigheid. Steeds ook weer opnieuw. Heren, wij bidden u of u ons een gezegende dienst wil geven en laat alles mogen zijn tot eer van u. Zegent u ook degene die een taak hebben in en rondom deze dienst. En hoor naar ons gebed in de naam van Jezus Christus, uw Zoon, uit genade. Amen. Jongens en meisjes, weten jullie welk spelletje dit is? Ik heb een foto meegenomen van een spelletje. Weet je wat voor spelletje dat is? Memory, heel goed, ja. En wie heeft dat wel eens gespeeld? Steek je vinger eens op als je wel eens Memory hebt gespeeld. Ik zie een heleboel vingers. Mooi. Ja, Memory, het kan best zijn als je dat met je vader en je moeder hebt gespeeld, dat je hebt gewonnen. Want kinderen zijn heel goed in Memory. Jullie weten wel wat je bij Memory moet doen, hè? Je hebt dan een heleboel kaartjes, die heb je dan neergelegd, zoals hier op de foto. En er zijn er steeds twee hetzelfde. En dan mag je er twee omdraaien. En als ze dan hetzelfde zijn, ja, dan mag je ze hebben. Het is de bedoeling dat je zoveel mogelijk van die setjes kaarten, die twee die bij elkaar horen, dat je er zoveel mogelijk verzamelt. En degene die het meest heeft, die heeft gewonnen. Maar ja, je mag er maar twee per keer omdraaien. En je moet ze dan natuurlijk weer terugleggen als het niet klopt. Je ziet het hier, hè, deze twee die kloppen niet bij elkaar. Dus die moeten weer omgedraaid en dan is de ander aan de beurt. Die kaartjes die lijken heel veel op elkaar natuurlijk. Dat moet wel, want ze horen bij elkaar. Ze zijn eigenlijk hetzelfde. Nou jongens en meisjes, wij gaan vanmorgen in de Bijbel lezen over twee kinderen die hetzelfde zouden kunnen zijn. Een tweeling. Bij een tweeling kan het ook vaak zijn, hè, dat ze heel veel op elkaar lijken. Echt dat je denkt van, nou ja, wie is nou precies Jan en wie is nou Wim? De een of de ander, geen idee. Ze lijken zoveel op elkaar. Maar het kan ook zijn dat tweelingen helemaal niet op elkaar lijken. En over zo'n tweeling gaat het vanmorgen in de Bijbel. Het gaat over Jacob en Esau. Ze hebben samen in de buik van hun moeder Rebecca gezeten. Ze horen bij elkaar, ze zijn een tweeling.
Maar eigenlijk ook helemaal niet, want ze zien er heel anders uit. Ze zullen ook heel andere interesses hebben, dingen die ze leuk vinden. En er is nog wat. Want de Heere God die zal met Jacob verder gaan, maar met Esau niet. Uit Jacob zal straks de Heere Jezus geboren worden. Maar uit Esau niet. En dat heeft iets te maken met verkiezing, zo noem je dat. Dat God met Jacob verder gaat. Nou, daarover gaan we lezen. Uit Genesis 25. We lezen vers 19 tot en met 26. En daarna in Romeinen 9 vanaf vers 6 tot en met 18. En wij zingen na de schriftlezingen uit Psalm 105, de versen 4, 5 en 6. Genesis 25 vanaf vers 19, daar beginnen de geschiedenissen van Jacob. En het is mijn voornemen, als God het geeft, om in de komende tijd, de komende maanden met u die geschiedenissen van Jacob te beluisteren en de betekenis daarvan tot ons te laten komen. Dit zijn de afstammelingen van Isaac, de zoon van Abraham. Abraham verwekte Isaac. En Isaac was 40 jaar oud toen hij Rebekka, de dochter van Betuel, de Syriër uit Paddan Aram, en de zuster, de zus van Laban, de Syriër, voor zich tot vrouw nam. En Isaac bad vurig tot de Heere in het bijzijn van zijn vrouw, want ze was onvruchtbaar. En de Heere liet zich door hem verbidden, zodat Rebekka zijn vrouw zwanger werd. En de kinderen stoten in haar lichaam tegen elkaar. En toen zei zij, als dit zo is, waarom overkomt mij dit? En ze ging de Heere raadplegen. En de Heere zei toen tegen haar, er zijn twee volken in uw schoot en twee naties zullen zich uit uw lichaam van een scheiden. Het ene volk zal sterker zijn dan het andere en de meerdere zal de mindere dienen. Toen nu de tijd om te baren voor haar aangebroken was, zie, er was een tweeling in haar schoot. En de eerste kwam tevoorschijn, rossig en helemaal behaard als een haren mantel, en daarom gaf men hem de naam Esau. En daarna kwam zijn broer tevoorschijn, terwijl zijn hand de hiel van Esau vasthield, en daarom gaf men hem de naam Jacob. En Isaac was 60 jaar oud bij hun geboorte. Tweede schriftlezing is gekozen uit Romeinen, hoofdstuk 9, vers 6 tot en met 18. Romeinen 9, vers 6 tot en met 18. Ik zeg dit niet alsof het woord van God vervallen is, want niet allen die uit Israël voortgekomen zijn, zijn Israël. Ook niet omdat ze Abrahams nageslacht zijn, zijn zij alle kinderen. Maar alleen dat van Isaac zal uw nageslacht genoemd worden. Dat is, niet de kinderen van het vlees zijn kinderen van God, maar de kinderen van de belofte worden als nageslacht gerekend. Want dit is het woord van de belofte, rond deze tijd zal ik komen en dan zal Sara een zoon hebben. En dit niet alleen, maar zo was het ook met Rebekka, die zwanger was van één man, namelijk Isaac, onze vader. Want toen de kinderen nog niet geboren waren en niets goeds of kwaads gedaan hadden, opdat het voornemen van God dat overeenkomstig de verkiezing in stand zou houden, niet uit de werken, maar uit hem die roept, werd tot haar gezegd, de meerdere zal de mindere dienen. Zoals geschreven staat, Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. Wat zullen wij dan zeggen? Is er onrechtvaardigheid bij God? Volstrekt niet. Want hij zegt tegen Mozes, ik zal mij ontfermen over wie ik mij ontferm en zal barmhartig zijn voor wie ik barmhartig ben. Zo hangt het dan niet af van hem die wil, ook niet van hem die hard loopt, maar van God die zich ontfermt. Want de schrift zegt tegen de farao, juist hiertoe heb ik u verwekt, dat ik in u mijn kracht bewijzen zou en dat mijn naam verkondigd zou worden op de hele aarde. Dus hij ontfermt zich over wie hij wil en hij verhardt wie hij wil. Tot zover. Thank you.
En als u dan één psalm verder bladert in uw Bijbel, dan kom je bij psalm 106 uit. Daarvan zingen we straks de versen 1, 2 en 3 na het amen van de preek. In vers 1 zingen we: wien dat Gods goedheid perken kent, nog palen, onbeperkt. In vers 2: dat diegene zalig is die in geloof zich naar Gods woord en wetten richt en die wetten acht. En in vers 3: geef dat mijn oog het goede aanschouw, hetwelk gij uit onbezweken trouw uw uitverkorenen toe wilt voegen. Dan hebben we het over verkiezing. Psalm 106, vers 1, 2 en 3. Na het amen van de preek, en we luisteren naar het gedeelte dat we zojuist lazen uit Genesis 25, vers 19 tot en met 26. Thema voor de preek is Jacob's geboorte, tweetal gedachten. Hij is een kind van gebed en een kind van verkiezing. Weet je, wat kan het een groot verdriet zijn wanneer er in je leven, in je huwelijk, een onvervulde kinderwens is? Toen je trouwde, hoopte je dat je kinderen zou ontvangen. En misschien vond je het wel goed dat het even niet meteen kwam. Eerst maar even wennen aan elkaar, 24-7 onder één dak wonen. Dat is toch wel weer even wat anders natuurlijk. Maar toen de tijd verstreek, werd het verlangen groter en je vroeg je af: raak ik zwanger? Hoe zal dat zijn? En je zag leeftijdsgenoten die ook gingen trouwen en die kregen kinderen. Je ging op kraambezoek, je was voor hen blij. Maar ergens van binnen ook iets dat knaagde. En je wilde het daar natuurlijk niet over hebben, want dat komt al zo snel jaloers over. Maar toch, zij wel, wij niet. En het bleef uit. Anderen vormden een gezin en je zag het voorbij komen, de foto's van die eerste schooldag van hun kind en later het afstuderen. En steeds opnieuw die pijn, dat verdriet. Jij werd geen moeder, geen vader. Weet je, dat kan een wond zijn die maar niet echt genezen wil. Een gemis dat aanvoelt alsof je een dierbare hebt verloren en het is toch ook weer anders, want je hebt die dierbare eigenlijk nooit mogen leren kennen. Dat komen we vanmorgen tegen bij Isaac en Rebecca. En we treffen ze aan in gebed. Isaac is aan het bidden en Rebecca is er ook bij en ze zal ongetwijfeld meegebeden hebben. En het onderwerp is die onvervulde kinderwens. En samen zoeken ze met die nood van hun leven het aangezicht van God. Want dat is wat bidden is. Dat is dat je het aangezicht van God zoekt. Je mag in je gedachten voor Gods troon komen. Tot hem spreken. Op hem je vertrouwen stellen. Weet je, kennelijk is dat er bij Isaac en Rebecca een levend geloof. Een geloof dat als de nood er is, een weg heeft naar God toe. Hij is voor hen een levende realiteit, een levende God. Niet maar iemand op afstand, maar iemand waar je naartoe kunt. Kennelijk hebben ze verwachting van hem. Hij kan er iets aan doen. Hij alleen. En gemeente, daarmee is dit echtpaar, Isaac en Rebecca, ook wel meteen een voorbeeld voor ons vanmorgen. Want hoe is dat bij ons? Wat doen wij als de nood aan de man en de vrouw is in ons leven? En dat kan inderdaad het verdriet van een lege wieg zijn. Maar het kan ook om andere dingen gaan. Als er verdriet is in je leven, of als er zorgen zijn, een hart vol met zorgen. Onrustig. Wat kun je doen? Ja, gemeente, je kunt er natuurlijk in berusten. Zo is het nou eenmaal.
En misschien dat je dat ook nog wel met wat vrome woorden inkleurt. Van dit is nou Gods wil eenmaal, kennelijk. Daar moeten we ons niet tegen verzetten. Maar gemeente, als dat het enige is, dan is het wel je reinste heidendom. Dat doen de heidenen ook met hun goden. Die hebben ook goden die ze gunstig moeten stemmen en tevreden moeten houden. En als ze zich tegen je keren, dan heb je het maar gewoon te accepteren. Dan heb je het maar te ondergaan, daar helpt helemaal niks meer aan. Zo is de Heer toch niet. De God van uw Bijbel. Isaac en Rebecca, ze stellen hem zich voor als een levende God. Hij is een levende God. Een persoon, niet maar een kracht of een noodlot. Mag ik het Nieuw Testament niet zeggen, hij is een vader in de hemel. Zo heeft Christus ons doen kennen. En zo mag je ook bidden, zegt Jezus. Als je bidt, bid dan maar dit. Onze Vader die in de hemelen zijt. Dat is een machtig begin van het gebed, gemeente. Een vader met alles wat daarbij hoort. Een goede vader die voor je zorgt, die om je geeft en je lief heeft. En die tegelijkertijd in de hemelen is. Die bekleed is met hemelse macht en kracht. Gemeente, als je hem zo niet kent, dan zul je ook niet zo tot hem kunnen bidden, denk ik. En ja, dan blijf je misschien maar zitten waar je zit met je nood. Dan berust je erin. Maar zalig ben je als je zo in je leven je hulp van de God van Jacob verwacht. En dat is ook de God van Isaac en Rebecca. Maar gemeente, er is nog een andere manier ook van omgang met onze nood in het leven. Je kunt berusten. Je kunt ook de Abraham-methode doen. Wat deed Abraham toen hij en Sarah met hetzelfde werden geconfronteerd als Isaac en Rebecca hier? Sarah leek ook onvruchtbaar. Ging Abraham toen bidden? Nou ja, hij heeft wel God er vaak om gevraagd, dat is waar. Hoe zou nou die belofte van u in vervulling kunnen gaan als ik geen zoon heb? Maar Abraham doet ook meer. Gemeente, de Abraham-methode is dat je dan ook een keer het heft in eigen handen neemt. Je wordt actief. Niet zozeer in gebed en geloof, maar in afhankelijkheid. Maar je gaat zelf het heft in eigen handen nemen. Je wordt actief om het zelf voor elkaar te krijgen. Abraham die legt het aan met Hagar. En bij zijn slavin verwekt hij een zoon. Dan zal dat de zoon wel zijn die God bedoeld heeft. Hij kan niet langer wachten, hij wordt ongeduldig. Herkenbaar. Mensen, daar zijn wij toch ook altijd weer toe geneigd als God ons laat wachten. Je bidt om iets en dan laat God je wachten. Je hoort niks in je beleving. Dat is wat Abraham heeft meegemaakt. Dat is ook wat Isaac en Rebecca meemaken. Isaac, we hebben het gelezen, hij is 40 jaar oud als hij met Rebecca trouwt. En wanneer dan die tweeling geboren wordt, dan zijn ze 60. 20 jaar later. 20 jaar moeten wachten. Weet je waarom? Waarom moest Abraham wachten? 25 jaar? Waarom Isaac en Rebecca 20 jaar? Waarom doet God dat? Waarom laat hij zijn kinderen wachten? Zo lang soms. Weet, is dat nou niet hierom? Dat wij zouden leren werkelijk op hem te vertrouwen. Ik weet wel dat dat kan klinken als een dooddoener. En daar hebben we het soms ook moeilijk mee. Het lijkt iets onbarmhartigs te hebben. Alsof de Heere God je aan het lijntje houdt. Hij kan het zo doen, maar hij doet het niet. Hij dwingt je op de knieën. Ja, hij dwingt ons soms op de knieën. Weet u waarom? Omdat u en ik niet zo snel op onze knieën gaan. Dat is nou de zondaar in ons. Dat je niet gewonnen geeft aan de Heere, maar dat je
dat je eigenlijk, en dat zit er diep in het leven rechtop wil blijven staan. Het zelf wil doen. En ergens vind je dat je er toch recht op hebt, of niet? We vinden dat de Heere God het toch eigenlijk wel moet doen. Dat ik het zo graag wil. Dat hij toch eigenlijk wel aan je verplicht is. Het is toch eigenlijk niet eerlijk. Waarom zij wel, ik niet? Waarom krijg ik dit wel? Moet ik dit wel dragen als een kruis, terwijl de ander zonder problemen door kan? Weet je, we leggen ons er niet zomaar bij neer doorgaans. En soms kom je in opstand tegen God. Dat is zonde, opstand tegen God. We rechten onze rug. Maar gemeente, nou wil de Heere graag dat je op je knieën gaat. En denk nou niet dat hij dan een soort tiran is die verering vereist en je op je knieën dwingt. Nee, gemeente, hij is een God die zo graag u tot een hulp is. En die je zo graag genadig is. Maar stel u nou even voor dat je alles wat je hem in je gebed vraagt ook meteen zou krijgen. Zou je dan nog afhankelijk van hem zijn? Zou dat dan nog wel genade zijn? Zou je dat dan zo nog wel beleven? Gunst van boven, zegen van boven. Zou je dan ook vervolgens op de toonhoogte kunnen komen als je het ontvangt van het loflied? Dat de Heere groot maakt om zijn onverdiende gunst. Ik denk dat als de Heere ons meteen geeft waar we om vragen, dat we ons al snel boven hem verheffen. Dan wordt hij onze dienaar, in plaats van dat wij hem dienen. Dan moet hij ons bedienen, in plaats van dat wij hem eer bewijzen. Isaac en Rebecca, die zullen dat hebben geleerd in die 20 jaar dat ze verlangen naar een kind en het komt niet. Die afhankelijkheid van het uw wil geschieden. En wat u doet is goed. En heeft dat hen dan ook niet bij elkaar gebracht? Maar dat is nog iets waar ik de vinger bij wil leggen vanmorgen. Isaac, zo lezen we in vers 21, bad vurig tot de Heere in het bijzijn van zijn vrouw, want ze was onvruchtbaar. Gemeente, Isaac, die gaat zijn vrouw voor in gebed. Het is opvallend hoe dat hier staat. Hoe is dat als je verlangt naar een kind, maar dat blijft uit? Nou, dat kan voor een man ingrijpend zijn, als je geen vader wordt. Voor een vrouw is het soms nog pijnlijker, omdat een kind nu eenmaal uit de moederschoot geboren wordt. En dat je dan niet gegeven is. Dat je dan onvruchtbaar blijkt. Kijk, en we weten dat even goed aan de man kan liggen. Maar zoals het hier staat, gemeente, lijkt het erop dat Rebecca onvruchtbaar is. Zo hebben ze dat beleefd in ieder geval. En wat doet Isaac dan? Zegt hij dan, ja Rebecca, ja het is niet anders joh. Zij zo. Of ergert hij zich aan haar? Joh, je moet er nou eens wel eens over ophouden. Je hebt het er steeds maar over. Nee, gemeente, Isaac die gaat Rebecca voor in gebed. Die zegt tegen haar, zullen we samen bidden? Hij is voor haar een priester. Ze doen het samen. Ze zijn er samen één in. In dat geloof en in dat gebed. En Isaac gaat voorop. En hij zegt, kom Rebecca. Echtpaar, hoe is het in jullie huwelijk? Hier zie je nou hoe de Heer het huwelijk bedoeld heeft. Dat je als man en vrouw elkaar onderdanig bent in de vreze des Heer. Efeze 5. Dat is wat je hier nou ziet in de praktijk. Mannen, dien je zo je vrouw. Priesterlijk, ga je haar zo voor. Breng je haar als was ze je koningin. In gebed voor Gods aangezicht. Wanneer ze het moeilijk heeft, heb je dan aandacht voor haar zorgen, haar verdriet, wat haar bezighoudt. Ben je een priester voor je vrouw, ben je ook een priester
in je gezin? Ga je ook je kinderen voor in het dienen van de Heer? Neem je daarin de leiding niet als een dictator van het moet en het zal, maar als een priester die het voordoet? Wat deed een priester in de tempel als de Israëlieten met een offer die kwamen? Dan nam hij dat van hen aan en zei hij, kom maar. En dan ging hij het offeren samen met degene die dat offer die had gebracht. Dat is wat Isaac hier ook doet. Kom maar Rebecca, we gaan samen bidden. Hij neemt de leiding, ze doen het samen. Een priester die het voordoet, die voorgaat, die de gezinsleden erin meeneemt. En zo heel concreet laat zien en ze ook leert wat het betekent om God te dienen. Broeders, dan moet je wel aanwezig zijn in je gezin. Dan kun je niet elke avond na het eten voor jezelf kiezen en je hobby's hebben en zo, die dan veel tijd kosten. Dan moet je bewust zijn van je rol en je verantwoordelijkheid. Man en vrouw zijn gelijkwaardig. Ze zijn niet gelijk, biologisch niet en psychologisch niet. Daar horen onderscheiden accenten in verantwoordelijkheden bij. En als echtgenoot van je vrouw en vader in het gezin word je geroepen om zo als een priester liefdevolle, betrokken leiding te geven. En vrouwen, laat je zo leiden door je man. Kijk, Rebecca die had kunnen zeggen, ik bid zelf wel. Dat hoef je echt niet voor me te doen hoor, Isaac. En je kunt natuurlijk ook als vrouw zelf bidden. Denkt u maar aan Hanna in de tempel. Die bidt en smeekt de Heer om een kind. Zelfde als Rebecca. Maar ja, Hanna heeft geen steun aan haar man Elkana. Daar zit wel wat mis. Elkana laat zijn roeping ten opzichte van Hanna liggen. Isaac doet dat niet. Hij gaat Rebecca voor in gebed. En hij betrekt haar daarbij. En ze doen het samen. En Rebecca die laat zich erin meenemen. Niet op de manier van waarom hij nou wel en ik niet. Nee, ze laat zich dienen. Daarin laat ze haar man dienen. Ze erkent hem als de door God gegeven leidsman in haar leven. Die iets van God mag representeren. Weet je, zo mag je als man en vrouw elkaar nou toebehoren en er voor elkaar zijn. Ik kan daar niet al te diep vanmorgen verder op ingaan, daar is meer over te zeggen, dat begrijpt u. Maar we leven in een tijd waarin die verhoudingen tussen man en vrouw op de helling staan. Als je je laat leiden door je man, dan wordt al snel gezegd, nou jij bent niet echt geëmancipeerd. En als je je vrouw voorgaat, dan moet je al snel een toontje lager zingen. Kijk, en nou kan het ook makkelijk misgaan. Laten we dat ook eerlijk zeggen, gemeente. Mannen kunnen zich gedragen als een tiran en een baas in hun gezin. In plaats van dat ze hun vrouw lief hebben en dienen en aandacht voor haar hebben en alles voor erover hebben. Want dat is dienen, hè? Alles voor erover hebben. En vrouwen die kunnen het ook moeilijk maken. Door het gevoel te geven aan hun man dat hij alleen goed is voor de klusjes in het huis. In plaats van dat zij, even goed, ik gebruik dezelfde woorden, hun man lief hebben en dienen en aandacht voor hem hebben en alles voor hem over hebben. Maar Isaac en Rebecca, gemeente, die geven ons een voorbeeld hoe het kan, hoe het mag. En ja, het kan ook best zijn dat er eens een moment is dat Rebecca voor Isaac heeft gebeden. Maar zo is het hoe de Heere God het heeft bedoeld. Hoe die man en vrouw aan elkaar geeft. Met die Isaac gaat zijn vrouw voor in gebed en hij bidt vurig tot de Heere. De Heere staat, dat is de God van het verbond. Ze hebben natuurlijk wel iets om op te pleiten. God heeft een belofte gegeven aan Abraham. Wat dat betreft staat hun kinderloosheid in een veel breder en groter perspectief. Als zij geen kinderen krijgen, zouden dan Gods belofte niet in vervulling gaan. Zou dan het heil van de Heere niet komen? Gemeente, dat is anders dan wanneer je vandaag kinderloos bent. Dan staat die vervulling van Gods belofte zo niet op het spel. De komst van de Messias is daarmee niet in het geding. Er staan in de Bijbel geen beloften dat je kinderen zult ontvangen.
Hoe dan ook, als je erom bidt. Dat kan zeker wel. En God is ook een God van wonderen. En dat hij het gebed hoort en verhoort en zich laat verbidden, zoals het hier staat. Maar soms is zijn weg ook anders. Voor Isaac en Rebecca geldt dat de Heere dan zou terugkomen op wat hij heeft gezegd. Voor hen ligt het anders. Weten zij kunnen bidden met de vinger bij Gods belofte. U heeft toch gezegd dat er nageslacht zou komen voor ons en voor Abraham. Bidden met je vinger bij Gods belofte. Gemeente, er is een mooi verhaal, rabbijns verhaal, dat daarover gaat. Ik las het in een verklaring bij dit gedeelte. Een rabbijns verhaal dat vertelt dat Isaac niet thuis met Rebecca heeft gebeden in zijn tent, maar dat hij haar heeft meegenomen naar de berg Moria. Dat is de plaats waar hij, Isaac, ooit door zijn vader Abraham op een altaar was gelegd, toen hij nog jong was. Omdat God had gezegd dat dat zo moest. Hij zou geofferd worden. Maar hij bracht het er levend van af, omdat op het moment dat Abraham zijn slachtmes omhoog hief, God zei, stop Abraham. En in zijn plaats werd er een ram geofferd. En toen klonk er een belofte. Toen zei de Heere God, ik zweer bij mijzelf, spreek de Heere, omdat u dit gedaan hebt en mij uw zoon, uw enige, niet onthouden hebt, zal ik u zeker rijk zegenen en uw nageslacht zeer talrijk maken als de sterren aan de hemel en als het zand dat aan de oever van de zee is. En nou zou volgens dat verhaal gemeente Isaac Rebecca naar die plek hebben meegenomen. Begrijpt u het? Dat je daar gaat bidden met de vinger bij de belofte. Heere, dit heeft u toch beloofd. Hier heeft u het toch beloofd. Die plekken zijn er toch ook in ons leven. Ga eens naar terug in je gedachten, naar dat doopvond van waaruit het water op je voorhoofd kwam. Heere, hier heeft u het beloofd aan mij, dat u mijn vader zou zijn, dat u voor me zou zorgen, dat u mijn zonde zou vergeven in uw zoon, de Heer Jezus, dat u mij het geloof zou schenken door uw Heilige Geest. Hier heeft u het beloofd. Ga eens terug naar dat moment toen de Heere tot je sprak, toen die je hart raakte. Heere, toen zei u het tegen mij en toen wist ik het zeker. En nu bid ik u. Laat mij niet in de steek. Wees mijn God, mijn heiland. Want als je zo bidt, als je zo met de Heere omgaat, dat wil de Heere verhoren. Niet altijd meteen. Het is en blijft genade. En ook niet altijd op de manier zoals wij het ons voorstellen. Maar aan zijn woord zal hij zich houden. En alles waarvoor een belofte in dat woord staat, zal hij doen. Daar kunt u van op aan. Zijn woord is zeer vast en betrouwbaar. En gemeente, dan kom ik bij het tweede. Jacob is een kind van verkiezing. Want dan blijkt dat ook wel. Rebecca wordt zwanger. En er wordt een tweeling geboren. De Heer is een hoorder van het gebed. Maar al tijdens de zwangerschap merkt Rebecca dat er wat aan de hand is. Er lijkt iets niet goed te zijn. Ze voelt leven, maar het is een beetje veel. Het rommelt van binnen. En ze heeft zich zorgen gemaakt. Je hoort het haar zeggen, als dit zo is, waarom overkomt dit mij? Nou ben ik zwanger. En dan lijkt het niet goed te zijn. Klopt dit wel? Gaat het wel goed? En gemeente, denkt u niet dat de duivel erin heeft zitten stoken? Die kan dat vuurtje dan zo opstoken. Van twijfel en vragen. En dat je geloof onderuit wordt gehaald. Zie je nou wel, Rebecca, je hebt veel te vroeg gejuicht. En jij maar denken dat God je gebed heeft verhoord. Nou, eerst nog maar eens zien. En wat doet Rebecca, gemeente? En ze doet het weer. Nu zonder Isaac, is opvallend. Kijk, ze kan natuurlijk geen echo laten maken en naar een verloskundige toe gaan om even gerustgesteld te worden. Alhoewel,
Ze gaat toch wel naar de verloskundige toe. De grote verloskundige met een hoofdletter. Die kundig is om te verlossen. En opnieuw merk je dat Rebecca onder een open hemel leeft. Ze gaat de Heere raadplegen. Heere, wat is er aan de hand? Klopt het wel? Trommelt? Botst van binnen? Het lijkt wel oorlog. En dan geeft de Heere haar antwoord. Hoe dat is gegaan weten we niet. Of dat met een droom of een visioen is gegaan. Of dat er een profetisch woord heeft geklonken. Hoe dan ook, Rebecca krijgt te horen, er zijn twee volken in uw schoot. Twee naties zullen zich uit uw lichaam van een scheiden. Het ene volk zal sterker zijn dan het andere. En de meerdere zal de mindere dienen. Maar als ik het wat vertaal, Rebecca, je bent zwanger van een tweeling, maar die twee verdragen elkaar niet. Het zullen twee volkeren zijn. En de meerdere zal de mindere dienen. En wat je nu voelt van binnen, dat is de strijd die er zal zijn. Ja, gemeente, strijd, een gevecht tussen twee partijen. Dat is iets wat na de zondeval al geklonken heeft, toen de Heer het tegen de slang zei. De moederbelofte, ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u en de vrouw en tussen uw nageslacht en haar nageslacht. En dat zal u de kop vermozzelen en u zult het de hiel vermozzelen. Gemeente, daarover gaat het hier. Vijandschap. Strijd tussen wat wel bij God hoort en wat niet. En je ziet het in de hele Bijbel terugkomen. Bij Kain en Abel, bij Ismaël en Isaac, bij Esau en Jacob. En vult u dan ook maar even, Jacob wordt Israël en Esau wordt Edom in, de vijanden van Israël. Strijd, waarom? Ja, omdat de Heer het zo gewild heeft. Weet je, vanaf het moment dat wij in zonde zijn gevallen, heeft hij zich er niet bij neergelegd. Is hij de strijd aangegaan. En het is de strijd om het behoud van zondaar. Het behoud van zijn schepping. Een strijd die zich uiteindelijk gaat concentreren op Golgotha. En daar sterft de Heer Jezus. Het nageslacht van de vrouw van Eva. Maar daaraan vooraf gaat strijd. En daarop volgend is er ook strijd. Een geestelijke strijd die doorgaat tot aan de wederkomst. En dat zit ook bij je van binnen. Gemeente, als je de Heere kent, dan sta je daar middenin. De strijd tussen het goede van God en het kwade van de duisternis. De strijd tussen wat in Gods wegen gaat en wil gaan en wat die wegen juist verlaat. De strijd van je oude mens en je nieuwe mens. Esau en Jacob, ze zitten in je eigen hart. Rebecca voelt het in haar baarmoeder. En als de tweeling geboren wordt, is het ook meteen duidelijk, want Esau wordt eerst geboren. Maar Jacob houdt de hiel van Esau vast. En het zal u de hiel vermorzelen. Want de meerdere, de eersteling Esau, zal de mindere dienen. Dat is Jacob. Weet je waarom? Waarom zo? Waarom zal God nou in de lijn van Jacob en niet in de lijn van Esau verder gaan? Is dat nou niet willekeurig? Houdt God er dan zijn lievelingetjes op na? Stel je voor dat je Esau bent, hè? Dan verkiest God je niet. Dan gaat het hier om verkiezing. Jacob, kind van verkiezing. Waarom nou Jacob? Ja, dat is niet zomaar. Want Jacob wordt niet uitgekozen omdat hij beter is dan Esau. Of sterker of indrukwekkender. Nee, juist niet. De Heere kiest voor het zwakke. Voor het kleine, voor het mindere. Zoals Paulus dat ook schrijft in 1 Korinthe 1. Maar het dwaze van de wereld heeft God uitverkoren
om de wijzen te beschamen. En het zwakke van de wereld heeft God uitverkoren om het sterke te beschamen. En het onaanzienlijke van de wereld en het verachte heeft God uitverkoren. En wat niets is, om wat iets is, te niet te doen. Opdat geen vlees voor hem zou roemen. Kijk, daarom is het, gemeente. God verkiest niet op grond van menselijke kwaliteiten en eigenschappen. Hij kiest Jacob en niet Esau, het mindere in plaats van het meerdere. Gemeente, opdat zichtbaar zou worden dat hij het doet. Dat het zijn werk is en dat hem ook alle eer en roem toekomt. Het is zijn welbehagen, zijn genade, dat je zalig wordt. En in Romeinen 9 lazen we het zo, opdat het voornemen van God, dat overeenkomstig de verkiezing is, stand zou houden. En dan volgt er wat, niet uit de werken, maar uit hem die roept. En dan hoort Paulus de tegenwerpingen al. Is het wel eerlijk? Is het wel rechtvaardig? Dan schrijft hij erachteraan. Wat zullen we dan zeggen? Is er onrechtvaardigheid bij God? Volstrekt niet. Want hij zegt tegen Mozes, ik zal mij ontfermen over wie ik mij ontferm en zal barmhartig zijn voor wie ik barmhartig ben. Zo hangt het dan niet af van hem die wil, ook niet van hem die hard loopt, maar van God die zich ontfermt. Gemeente, het hangt af van God die zich ontfermt, uw zaligheid. Dat hij kiest. En ja, hij roept ook. En het is aan u en aan jou dat die roeping gericht is. Maar zo verkiest hij. Stel je voor dat het anders was. Dat God zich zou ontfermen over mensen die wat hebben. Die een goed karakter hebben. Een heilige levenshouding. Zou u ervoor in aanmerking komen dan? Ik niet. God verkiest en zegt dan niet, nou ja, dan moet ik maar afwachten of dat ook voor mij geldt. Nee, hij roept ook. Dat staat ook in Romeinen 9. Niet uit de werken, maar uit hem die roept. En kijk eens hier wat in Genesis 25 Isaac en Rebecca doen met Gods roeping, met zijn belofte. Ze leggen er de vinger bij en gaan in gebed naar hem toe. Zo mogen wij nou bidden, gemeente, met de vinger bij wat God gezegd heeft. En dat is ook dit, dat wie in de Zoon gelooft, het eeuwige leven heeft. Wie in hem gelooft, zal niet verloren gaan. En dan laat de Heere zich verbidden. Want dat is zijn eigen woord. Dan hoort hij het gebed. In Jacobs leven zal duidelijk worden dat Gods helder komt. Ondanks Jacob, niet dankzij, ondanks hem. We zullen dat gaan zien in de komende tijd. Jacob die zit God eerder in de weg dan dat hij nou zo meewerkt. Maar zo moet het nou juist zijn. Opdat in zijn leven duidelijk zou worden dat genade genade is. Onverdiend. Kijk, en dat mag je nou voor jezelf ook vragen. Daar mag je nou je in verheugen. Dat genade genade is. Heere, wilt u uw werk doen in mijn leven? Mag ik uw kind zijn, voor eeuwig geborgen en beveiligd bij u? Voor altijd u toebehoren, in leven en sterven. Maar doe het niet dankzij dit of dat, maar alleen om uw welbehagen. Opdat het voornemen van God, dat overeenkomstig de verkiezing is, stand zou houden. Niet uit de werken, maar uit hem die roept. En zo roept hij u, zo roept hij je ook weer opnieuw. Laat je verzoenen met God. In en door Jezus Christus.
Gaat u erop in, biddend, verwachtend, hopend. Geef dat mijn oog het goed aanschouw dat gij uit onbezweken trouw uw uitverkorenen toe wilt voegen, opdat ik u mijn rotssteen noem. En delend in uw volks genoegen, mij met uw erfdeel blij beroem. Amen.
Laten we danken en bidden. Heere, dat mag ons verlangen zijn om samen met al die anderen in deze wereld van dit moment en ook uit vroeger tijd, allen die uw naam oprecht vrezen, die uw woord en wetten achten, u te loven en te prijzen, Heer. Eenmaal zal die kerk, die gemeente van u, Heer Jezus, voor uw troon zijn, een menigte die niemand tellen kan. En Heere, dat is een heerlijk vooruitzicht. En tegelijkertijd, we hebben vanmorgen gehoord vanuit uw woord, Heere, over uw verkiezing. Dat genade genade is en alleen dan werkelijk zaligmakend is, als het genade is. Als we niet op onszelf vertrouwen, op onze eigen kunnen, onze eigen mogelijkheden. Maar Heere, we leggen maar de vinger bij uw belofte. Dat u heeft gezegd dat wie in de Zoon gelooft, eeuwig leven heeft. Heere Jezus, u stelt ons die vraag. Geloof je in mij? Eer je mij? Bekeer u tot mij? Heere, wij danken u dat u daartoe gekomen bent. En dan geeft het ons schrik dat er ook mensen zullen zijn die niet tot uw heil zullen komen en die voor eeuwig verloren gaan. Heere, nog is er tijd tot aan uw wederkomst. Geef dat we een wervende kerk en gemeente zullen zijn, dat we wervende christenen ook zullen zijn in deze wereld. Dat er aantrekkingskracht mag uitgaan van uw woord, van ons kerkelijk leven, van ons persoonlijk leven. Dat we zout zijn en niet zouteloos. Opdat nog velen u zullen vinden, Heer. Opdat ook hen u weer zullen vinden die bij ons uit beeld zijn geraakt, ook in de gemeente. Breng ze terug. Heere, wij willen u bidden voor echtparen die zich herkend hebben in Isaac en Rebecca vanmorgen, in dat onvervulde verlangen. En misschien wel hebben gedacht, ja, maar zij uiteindelijk wel, die tweeling, maar wij niet. Heere, wilt u troosten in dat verdriet? Geef dat we er aandacht voor hebben. Ook in de gemeente. Heere, wij bidden u voor echtparen die kinderen van u ontvingen, maar bij wie het verlangen leeft naar gezinsuitbreiding. Wees u ook hen daarin nabij. Heere, wij bidden u voor hen die alleen gaan in het leven. Wilt u hen zegenen en hen nabij zijn wanneer ook zij iets van deze dingen kunnen beleven, als het ongewenst is om alleen te zijn en te blijven. Heere, wilt u er dan zijn? Geef ons ook aandacht daarvoor in de gemeente onderling. Wij bidden u, Heere, voor hen die zorgen hebben om kinderen. Als we kinderen opvoeden die extra zorg nodig hebben. Of als we kinderen hebben zien weggaan vanaf uw wegen en eigen wegen hebben gekozen. Heere, we dragen ook hen aan u op. Wilt u ook in dat verdriet er zijn? Vader, zo leggen wij ons voor u neer. Er is een weg om te gaan met al onze nood. Die is in uw Zoon, de Heer Jezus, voor ons geopend. En daarom bidden wij u. Wilt u naar onze gebeden horen? Niet om iets uit ons, maar in uw Zoon Jezus Christus alleen. En breng ons dan ook vanmiddag weer hier in de kerk, als
ouderlingen en diakenen afscheid zullen nemen en anderen zullen worden bevestigd in het ambt. Heere, geef ook dan een gezegende dienst en geef dat we daarin ook uw zorg en zegen in de gemeente mogen opmerken. Vergeef genadig wat niet naar uw wil is geweest en hoor ons om Jezus wil alleen. Amen. U mag uw gaven geven voor de dienst in Gods Koninkrijk en de voortgang daarvan. En wij zingen tot slot uit Psalm 33 en daarvan het zesde vers. Thank you.
Ga heen in vrede, ontvang de zegen van God en wees anderen tot een zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.